Amsterdam heeft Ajax, Blauw-Wit, DWS en de Volewijkers en is dus wat je noemt een echte voetbalstad. In de derby met Ajax is DWS de underdog, maar in derbies is alles mogelijk. En dus opent Frans Keurtse, ondanks de reddingspoging van Tony Pronk, in de 10e minuut te scoren voor door wilskracht sterk. Dat gebeurde na een free kick van Rinus Israël, helaas net genomen op het moment dat de cameraman van film verwisselde. Het is pas zaterdag, 9 april 1966. Ajax speelt eigenlijk een thuiswedstrijd, maar is uitgeweken naar het Olympisch Stadion, de vaste thuishaven van DWS. Een fameus DWS'er is doelman Jan Jongbloed, die er goed op zijn tellen paste, maar zijn passen daarentegen nog niet hoeft te tellen. Markant is het loopje van Theo van Duivenbode, de 22-jarige linksback, waarna de 41.000 supporters bij de surplus van Piet Keizer de adem inhouden. Er hangt iets in de lucht. De voorzet van Klaas Nuniga is misschien niet helemaal zuiver, maar de kopbal van Jacques Zwart mag er zijn. Een echte driebander, via het knietje van André Peilman. Jacques Zwart is 27. In het shirt van OVVO scoorde hij in de Welpen 5 keer tegen Ajax, dat hem toen niet meer uit het oog verloor. Hier brengt Zwart via het hoofd van Israël Piet Keizer in stelling, die een magnifiek schot in zijn linker heeft, waarna het voor Klaas Nuniga een koud kunstje is Ajax op voorsprong te zetten. Dolle vreugde bij de Ajaxide. En vooral bij Keizer, die een gat in de lucht springt. Het enfant terrible van Ajax is Kootje Prins. Even oud als Zwart en ook afkomstig van OVVO. Klaas Nuniga gunt Johan Cruijff vervolgens de kans op 3-1. Maar oog in oog met Jongbloed verliest Cruijff plots zijn koelbloedigheid. Omdat ook Feyenoord zijn wedstrijd wint, blijft het bovenaan in de Eredivisie reuze spannend. Al roepen ze in Rotterdam in koor dat het Ajax weer niet heeft tegengezeten. En als we de gelijkmaker van Maestro Zwart nog eens in vertraagde beelden in ogenschouw nemen, is dat misschien ook wel zo.